Dag allemaal, vandaag ga ik het hebben over D.W. Griffith, een Amerikaanse filmmaker die zijn hoogtepunt beleefde rond de jaren 10-20 van de vorige eeuw. Hij is geboren in 1875, gestorven in 1948, 73 jaar geworden. En zijn bekendste films waren Birth of a Nation en Intolerance. Birth of a Nation is in 1915 gemaakt, Intolerance in 1916. Hij is bekend geworden omdat hij de eerste lange speelfilm heeft gemaakt die een blockbuster werd. En een blockbuster is een film die in de bioscoop heel veel bezocht wordt, door heel veel mensen bezocht worden. En Birth of a Nation is zo'n film die door heel veel mensen destijds bezocht werd. Nou, wat maakt hem bijzonder? D.W. Griffith, zijn technieken om het verhaal te vertellen, zijn montagetechnieken die hij gebruikte om een verhaal te vertellen. Je moet heel erg goed bedenken dat in zijn tijd de film helemaal nieuw was. De film ontstond door foto's achter elkaar te zetten. Op die manier kreeg je dan bewegend beeld. De eerste films waren ook niets meer dan bijvoorbeeld een groep werknemers die uit de fabriek kwamen. Zo ontstond film en op een gegeven moment wilden ze dan verhalen vertellen. Het waren korte verhaaltjes van een paar minuutjes. Stelden dus niet zoveel voor. Er werden acteurs gebruikt uit de theaterwereld, want dat waren de mensen die konden acteren. Vandaar dat je altijd van die groteste, grootse bewegingen ziet in die oude films. Nou, daar maakte Griffiths ook gebruik van diezelfde acteurs. Dus ook in zijn films zie je die grootse bewegingen. Maar hij was wel degene die dacht, nee, je kunt wel wat meer met films. Nou, een van zijn technieken waar hij bekend om staat, was bijvoorbeeld crosscutting. In het theater is het eigenlijk een soort continu. Je zit naar één scène te kijken, één achtergrond en daar moet het allemaal in gebeuren. Maar met film kun je natuurlijk heel makkelijk van de ene plaats naar de andere plaats gaan. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Dat betekent gewoon een knip maken en je zet de camera op een andere plaats en je laat daar de scène weer verder gaan. Nou, dat gebruikte hij in films en op die manier kon hij ook heel erg veel spanning opwekken. Een voorbeeld daarvan is een mevrouw die in een kantoor zit en er komen boeven aan en ze sluit zichzelf op in een kantoorhokje en heeft daar zo'n telegraaf, zo'n ouderwets ding, tik 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 en die probeert om hulp te roepen. En aan de andere kant, heel erg ergens anders, zit dan een meneer, maar die is aan het slapen. En die let dus helemaal niet op. Nou, dan kun je die twee scènes met elkaar verknippen, waardoor de spanning ontstaat. Wanneer wordt die meneer nou wakker en hoort hij op tijd haar hulp, omdat er boeven achter haar aan zitten. Nou, net op tijd hoort hij het en schakelt hij de politie in. En zo komt het uiteindelijk nog goed. Dat is dus een van de technieken die hij gebruikt om van de ene ruimte naar de andere te gaan. Dat was, ja, toch wel revolutionair, omdat nogmaals, in theater was men alleen maar gewend om in één scène te werken. Een ander voorbeeld van zijn filmtechnieken die hij introduceerde was de close-up. Mensen waren nogmaals het theater gewend en wilden dus grootse beelden hebben. Mensen altijd van top tot teen in beeld. En wat hij deed was dus een gezicht gewoon van heel dichtbij, zodat je emotie kon zien of een heel kleine emotie kon zien. Niet dat theatrale, dat grote, maar gewoon een kleine emotie, een klein traantje of een blik die heel even een andere kant op gaat. Kleine emoties kon je daarmee mee maken, close-ups. En hij werd ook daar heel erg op aangesproken door filmmakers, door vooral filmproducenten. Van nee man, mensen willen dit niet. Maar het bleek dat het publiek dat allemaal juist wel wilde. En heel erg daardoor in het verhaal kon meegaan door met name die close-ups die Griffiths gebruikte. Een ander voorbeeld wat hij introduceerde was traveling shots, motion in de film, de beweging in de film. Dat deed hij door gewoon de camera op een auto te doen. Maar die camera's waren loodzwaar, dus niemand deed dat zo snel. Hij deed dat wel, waardoor je bijvoorbeeld een trein op die manier kon volgen of een achtervolgingsscène kon maken, door dus de camera mee te laten rijden op een auto met de actie, waardoor er natuurlijk veel meer snelheid in zo'n scène komt. Nou, dat is later natuurlijk nog heel veel gebruikt, die manier van cameravoering. Tot slot maakte hij ook gebruik van fade-out om van een afgeronde scène naar een volgende scène te gaan. Daarvoor waren het vooral eigenlijk harde cuts. En hij deed dus zo'n zachte overgang. En dat deed hij eigenlijk door even iets voor de camera te houden en het weer weg te houden, want er waren nog geen computers om beeld op die manier te manipuleren. Dus zo'n mooie fade, hè, zo'n zachte fade naar zwart, dat had je nog niet. Dus dat moest dan even met de hand gedaan worden. In die tijd
leeft hij nog. Ze noemen hem wel The Man Who Invented Hollywood, omdat hij ontzettend veel films heeft gemaakt en eigenlijk ook door zijn introductie van filmtechniek heel veel mensen heeft beïnvloed. Hij heeft ook samen met bijvoorbeeld Charlie Chaplin en Fairbanks heeft hij United Artists opgericht. Werd er wel weer snel uitgekukeld omdat zijn films toen niet meer succesvol zijn. En hij is uiteindelijk, dat is wel een beetje zielig, eenzaam in een hotel in Los Angeles gestorven. En dat hij zo eenzaam was, kwam een beetje door zijn grote succes Birth of a Nation, die qua film, dat was een 3 uur durende film, die grote blockbuster, maar het onderwerp was wel racistisch. Het was ook een verheerlijking van de Ku Klux Klan. En ik denk dat achteraf het publiek toch vond dat dat een foute film was en liet hem daardoor vallen. En had ook een redelijke eenzame begrafenis. Veel van de mensen waarmee hij gewerkt had kwamen niet naar zijn begrafenis, met uitzondering van Mary Pickford, wat die toen wel een hele grote hel was. Maar dus, ja, een eenzame dood gestorven. Ik zou willen zeggen, ga Birth of a Nation zien, maar 3 uur is wel heel erg lang. Dus ik raad je eigenlijk aan om lekkere korte stukjes van zijn films te kijken, om die technieken die hij toen al gebruikte nog eens een keer als eerste te kunnen aanschouwen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.